Wat ik denk dat ons album, ons tweede album, teweeg kan brengen, is dat in de wereld waar alles zo snel moet en maar doorraast, dat wij weer mensen gewoon even kunnen laten zitten en echt kunnen laten luisteren en een belevenis ervaren door de verhaal die we vertellen en waar zij ook herkenning in kunnen vinden. Misschien een stukje steun en wellicht ook blijdschap. Ik ben Gert-Jan, ik ben 38 jaar, woon in de stad Groningen. En ik ben heel druk met muziek. Dat is echt mijn passie. Wij hebben een band en die heet Perfect Storm. Dat is een band uit Groningen. En wij willen daar graag mee een tweede album opnemen. Begin dit jaar hebben we ons eerste album opgenomen. Heel goed ontvangen. Zelfs in Ecuador hebben we fans zitten nu. En we willen graag nu een tweede album opnemen met als doel dus om te gaan optreden in binnen- en buitenland. We willen graag verder een tweede album opnemen en daarmee dus ook gewoon voldoende materiaal hebben voor een volwaardige liveshow. Zodat we echt de planken op kunnen gaan. Ja, oké. Okay. Mijn naam is Hiske Oosterwijk. Geboren in Friesland, nu woonachtig in Groningen. Ik ben zangeres, docent, tekstschrijver, componist, arrangeur. De tweede cd moet het levenslicht gaan zien. En in termen van impact, wat gaat deze cd brengen? Waardoor wij eigenlijk niet meer, waarbij iedereen eigenlijk gaat weten en horen wie jullie zijn. Nou, wat ik denk dat ons album, ons tweede album, teweeg kan brengen, is dat in de wereld waar alles zo snel moet en maar doorraast, dat wij weer mensen gewoon even kunnen laten zitten en echt kunnen laten luisteren en een belevenis ervaren door de verhaal die we vertellen en waar zij ook herkenning in kunnen vinden. Misschien een stukje steun en wellicht ook blijdschap. Er gebeurt de laatste tijd zoveel eigenlijk in de wereld en in het nieuws. Maar wat voor ons de uitsprong was eigenlijk de vluchtelingen. We hebben zelf een vluchteling in de band. Onze leadzanger Adele, die er nu niet bij is, die is een vluchteling uit Syrië. Nou vindt hij het zelf niet zo heel leuk om dat altijd aan de grote klok te hangen. Maar nee. Het zet je soms wel aan het denken en je gaat met elkaar in gesprek. En als je dan ook weer constant op het nieuws ziet, ja, dan denk je, goh. Maar als je het dus verder over nadenkt en je bekijkt het wat breder, zijn we dan niet allemaal constant ook op de vlucht voor van alles? En ontwijken we niet de realiteit met virtual reality en gaming en social media, waar zo'n beetje meer de helft fake is? Ja. Emoties, je op je werk stort. Dus het gebeurt eigenlijk constant om ons heen. Dus dachten we, hey, kunnen we daar dan niet iets mee? Hey, en vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, ik snap het produceren van een nieuwe album. Ja. En wat is in het voor mij dan, daarna? Waarom zou ik dat doen? Als je als bedrijf de culturele sector ook een warm hart toedraagt. En wij kunnen dan ook weer terug een warm hart toedragen aan het bedrijf. En dat kan zijn doordat wij het bedrijf vermelden op ons album met dank aan. Dat kan zijn dat wij daar een keer komen spelen op een bedrijfsfeest. Dat kan. Op verschillende manieren kunnen wij elkaar daarin tegemoetkomen, ja. Denk ik. Facing the cold sea.